Welkom bij deze Vile Media Tooltip voor journalisten. Bij vrijwel iedere tool die ik voor deze videoreeks test, ben ik verplicht om een mailadres achter te laten. Omdat dat in theorie heel erg veel spam kan opleveren, maak ik vaak gebruik van tijdelijke mailadressen. In deze video laat ik je een tool zien waarmee je zulke tijdelijke mailadressen maakt en beheert. De tool in kwestie heet Burnermail en je vindt hem op burnermail.io. Afhankelijk van de browser die je gebruikt, zie je op die website ofwel de knop Sign Up staan of een knop die je een plugin laat installeren. Die laatste is alleen beschikbaar in Google Chrome. In deze video leg ik eerst de inschrijfprocedure uit en daarna de plugin. Om een profiel aan te maken bij Burnermail, klik je op de knop Sign Up. In het volgende scherm vul je een mailadres en wachtwoord in. Hierna klik je op het vakje voor de tekst: I agree to the terms and conditions. Daarna klik je op de knop Get Started. Hierna kom je in het dashboard van Burnermail terecht. In de gratis versie van de software kun je hier vijf tijdelijke mailadressen aanmaken. Zo'n mailadres aanmaken doe je door te klikken op de knop Generate Burner. Wil je wat meer invloed hebben op hoe dat mailadres eruit ziet, klik dan op de knop Create Custom Burner. In de pop-up die verschijnt kun je zelf het eerste gedeelte van je tijdelijke mailadres kiezen. Deze optie is echter alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen. Alle tijdelijke mailadressen die je aanmaakt verschijnen in het dashboard van BurnerMail. Wanneer je een van die adressen ergens wil invullen, klik je op het mailadres in kwestie om het te kopiëren. Als je op No Description klikt, kun je een tijdelijk mailadres een beschrijving meegeven. Zo kun je bijvoorbeeld voor jezelf aangeven voor welke diensten je het mailadres ook alweer gebruikt. Zodra een website of persoon een bericht naar je tijdelijke mailadres stuurt, wordt dat bericht automatisch doorgestuurd naar het mailadres waarmee je het profiel hebt aangemaakt. Dat kan handig zijn als je een dienst of website wil uitproberen waarvoor je een bevestigingslink in een mail moet aanklikken. Wil je dat de berichten aan je tijdelijke mailadres niet meer worden doorgestuurd, dan klik je in het dashboard op het schuifje naast het betreffende mailadres het tijdelijke mailadres opnieuw inschakelen kan hier ook. Wanneer je gebruik maakt van de browser Google Chrome Kun je ook nog een plugin installeren. Met Die plugin kun je tijdens het aanmaken van een profiel op een website direct een tijdelijk mailadres genereren. De plugin installeer je door met Google Chrome naar burnermail.io te surfen en daar te klikken op de knop Install Burner Mail for Chrome. Hierna klik je op Add to Chrome en daarna op Extensie toevoegen. Daarna klik je bovenin je taakbalk op het logo van Burner Mail. In de pop-up die nu verschijnt maak je vervolgens je profiel aan. Wanneer je nu op het Burner Mail-icoon in je taakbalk klikt, kun je je tijdelijke mailadressen beheren. Bezoek je een website waar je een profiel moet aanmaken, dan zie je het logo van Burnermail verschijnen in het veld waar je een mailadres moet achterlaten. Klik je op het logo, dan maakt Burnermail automatisch een nieuw tijdelijk mailadres voor je. Burnermail laat je gratis vijf tijdelijke mailadressen aanmaken. Heb je behoefte aan meer, dan kun je een betaald premium-abonnement nemen. Zo'n abonnement kost 35 dollar per jaar en laat je onder andere mails beantwoorden vanaf je tijdelijke mailadres. Hopelijk heb je wat aan deze tool. Tot de volgende keer.